Ja, het is bekend dat Open VLD niet echt zou willen samenwerken met Vlaams Belang. Maar we gaan niet ontkennen dat ze het goed aan het doen zijn in de peilingen. En ik vroeg mij af wat er dan zou gebeuren moest Vlaams Belang toch de grootste partij worden van Vlaanderen. Is Open VLD dan toch bereid om het cordon sanitair te verbreken? En wat is uw standpunt daar net in? En kunnen we dat misschien tegengaan of heeft u ideeën hoe dat we dat zouden kunnen tegengaan dat Vlaams Belang de overhand neemt? Ja. Dank u. Eerst en vooral zal ik er proberen voor te zorgen om zelf als partij sterker te zijn dan de gemiddelde peiling die we tot nu toe zien. Weet je, ik doe geen politiek tegen een andere partij. Wat ik probeer te doen is zoveel mogelijk mensen te overtuigen van wat ik te bieden heb. Wat ik te bieden heb en wat mijn partij te bieden heeft. Persoonlijk ga ik niet met Vlaams Belang samenwerken. En elke partij moet zijn mening daarover vormen. Maar persoonlijk ga ik dat niet doen. Omdat ik denk, er zijn een aantal onderwerpen waar ik denk dat wij elkaar gewoon niet gaan kunnen in vinden. Je spreekt over Vlaanderen. In Wallonië zien we dat PTB dan heel sterk is. Dat is natuurlijk wel een fenomeen dat je ziet doorheen Europa. Morgen zijn verkiezingen in Nederland. PVV doet het daar momenteel zeer goed. In Nederland verandert het bijna week per week, de uitslag. Mensen zijn niet per definitie... Mensen worden niet geboren extreem links of extreem rechts. Mensen worden over het algemeen geboren met redelijk genuanceerde meningen. Maar als de genuanceerde meningen mensen niet geruststellen of geen antwoord geven op hun bezorgdheden, dan gaan mensen zoeken. En dus, als in Vlaanderen, al zitten we nu vandaag, denk ik, een dikke 20%, zegt, ja, weet je, voor ons is het antwoord eerder het antwoorden van het Vlaams Belang, nou, dan wil ik daar tegenover gaan. En dan ga ik die wel confronteren. Bijvoorbeeld in een parlementair debat heeft Barbara Pas gezegd, ja, gaat gezegd dat je je belastingen niet verhogen op werken, ondernemen en sparen, en hebt u daar niet aan gehouden. Ik heb gezegd, ah, is dat zo? Oké, vertel eens, welke belastingen hebben we verhoogd? En toen heeft ze het rondgedraaid en toen zei ik, nee, maar welke belastingen heb ik verhoogd? Toen is nog een beetje rondgedraaid, toen zei ze, ja, maar je hebt de accijnzen op sigaretten verhoogd. Ik zei, dat is waar. Dat is volgens mij niet ondernemen, werken of sparen. En dus een deel van wat extreem rechts vertelt is gewoon flagrante onwaarheden. En daar moeten we veel harder tegen ingaan. En daar moeten, denk ik, partijen als die van mij ook veel harder gaan zeggen, sorry, maar dat is niet waar wat je zegt. En dan bovendien, er zijn een aantal onderwerpen die bij mensen zeer hoog staan op hun lijst van bezorgdheden. Migratie, asiel en migratie. Oké. Ik zal zorgen dat ik tegen 8 juni kan zeggen, voilà, dit is wat ik erop gedaan heb. En dit zijn de concrete oplossingen die ik gebracht heb. En dat Europees voorzitterschap gaat mij daar een stuk een mogelijkheid toe geven. Mensen zijn bezorgd over het feit dat de winkelkar duur geworden is. Dat is waar, maar we hebben wel de indexatie behouden. En de indexatie heeft ervoor gezorgd dat geen enkel land de koopkracht van burgers beter beschermd heeft dan bij ons. Dus ik denk dat je met heel concrete antwoorden moet komen. En daarna kiezen mensen vrij. En dan is het aan hen te zien voor wie dat ze kiezen. Maar ik heb niet een soort speciaal recept van hoe zorg ik ervoor dat de ene of de andere partij niet groot wordt. Ik ga uit van mijn eigen sterkte, ik ga niet tegen een ander gaan.